Met een ludieke actie wilde de supportersraad van NEC de politie bedanken en excuses aanbieden voor de rellen rondom de wedstrijd NEC-Vitesse. Maar helaas, de politie bleef weg. Nou, we hadden als supportersraad een hele leuke actie bedacht. En wij wilden ons distancieren eigenlijk. We hebben onze afkeur uitgesproken over de rellen die geweest zijn rondom de derby. En wij wilden de politie gebak aanbieden. En op die manier toch met een heel klein vriendelijk gebaar, eigenlijk zonder bijbedoelingen, maar meer om aan te geven van, nou ja, weet je, dankbaar dat jullie er zijn. Gepaste excuses voor de supporters die toch anders en niet zo welwillend zijn als wij. He, wij nemen afstand van die rellen, want dat hoort niet bij NEC. En dus we zijn daarmee aan de gang gegaan. Ik ben in contact gekomen met de politie. Daar heb ik veel gesprekken mee gehad met de politiecoördinator die hier altijd bij NEC werkzaam is. Maar gaandeweg, het moment van vandaag, zijn er steeds zaken bijgekomen waardoor het ging wisselen, waardoor wij een andere move moesten maken, waardoor wij meer toe moesten geven aan de wensen van de politietop. Ja, en uiteindelijk is dit het resultaat dat ze gisteravond hebben gezegd van ja, we doen er toch maar niet aan mee. En dat is heel spijtig. De politietop wilde dat stewards, ambulancepersoneel en het Rode Kruis ook betrokken zouden worden bij de actie. Ze hebben aangegeven, nou, er waren meer mensen bij betrokken. We willen eigenlijk dat jullie dat totaalplaatje pakken. Vanuit NEC is toen aangegeven, nou ja, wij hebben voor de stewards al heel veel gedaan. En dit was eigenlijk puur en alleen vanuit de supportersraad van, nou, we willen echt een gebaar maken naar de politie zelf. En dat bleek toch niet voldoende. Robert de Echte Bakker maakte voor de gelegenheid natuurlijk weer zijn speciale NEC-gebakjes. Maar die bleven dus over. Gelukkig komen ze uiteindelijk toch nog goed terecht. En nou ja, we zitten helaas in deze vervelende tijd nu. Dus we hebben besloten dat we met z'n allen de taart nu gaan aanbieden aan de IC's in de twee grote ziekenhuizen hier in Nijmegen.